Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal. En terwijl de regering oproept dat men de eigen verantwoordelijkheid in handen neemt in het gevecht tegen COVID-19, zien wij toch dagelijks dat men zich vooral niet stoort aan de Mohana-maatregelen. Keer op keer wordt er van u gevraagd dat u zich daaraan houdt. Maar als we om ons heen kijken, zien we dat men gewoon alle regels aan hun laars lapt. Zijn we er wel van bewust hoe ernstig de situatie is? Alleen in de maand september bijna 100 doden. Dagelijks meer dan 500, zelfs meer dan 600 besmettingen. Toch worden er nog steeds feesten georganiseerd, waarbij mensen via social media worden uitgenodigd om in grote groepen te gaan feesten. Ook de mensen die in thuisisolatie worden geplaatst, houden zich niet aan de regels. Wanneer je bent gaan testen, wil dat zeggen dat je al een suspect geval bent. Beter gezegd, de kans is groot dat je besmet bent. Dat wil zeggen dat vanaf het moment je getest bent, je jezelf moet afzonderen totdat je de instructies krijgt van de instanties. En als je besmet bent, word je in isolatie geplaatst en mag je de deur niet meer uit. Maar toch heb je mensen die eruit gaan en zich begeven tussen anderen. Vandaar dat de regering een beroep doet op ieder dat men zich ten alle tijde houdt aan de Mohana-maatregelen. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. Wil je niet dat je lichaam verzwakt, waardoor je meer kans hebt om besmet te raken, eet dan gezond en drink veel water. Voeding speelt een ontzettend grote rol. En wat bedoel ik nou daarmee? We moeten heel goed letten op wat we eten, hoe we het eten, hoe we het bereiden, op welke manier we het tot ons nemen. Naast beweging, naast rust, naast om leren omgaan met deze stressige situatie, is voeding dus zeer belangrijk. Eigenlijk begint het met, we moeten ons lichaam als het ware verdedigen tegen schadelijke invloeden van buiten. Eigenlijk, je weet het al, als je gaat verdedigen, neem je een bepaalde houding aan. Ons lichaam wil ook een bepaalde houding aannemen en dat doen we dus met een hele goede voeding. Doe ademhalingsoefeningen en ga ook tenminste 2 keer per dag in de zon. Want de zon zorgt ook voor een boost van jouw weerstand. Blijf vooral veel in beweging. Zit en lig niet de hele dag, want ook beweging zorgt voor een goede weerstand. Voordat we überhaupt ooit van COVID gehoord hadden, was bewegen natuurlijk al belangrijk voor ieders conditie, voor ieders weerstand. Eigenlijk kan je zeggen dat in elke levensfase bewegen een heel belangrijke rol speelt. Of je nou jong bent en naar school gaat, hè, want ook je brein gaat beter functioneren als het goed doorbloed is. En bewegen helpt om die doorbloeding te stimuleren. Het zorgt ervoor dat wij motorisch ons goed ontwikkelen, dat we steeds betere vaardigheden ontwikkelen. We kunnen bepaalde activiteiten op de dag steeds makkelijker doen als we in een goede conditie verkeren. Maar ook aan het einde van het leven, wanneer we wat ouder worden, is bewegen ook heel erg belangrijk om eigenlijk alles goed gesmeerd te houden, om de conditie goed te houden. Dus in elke levensfase kent bewegen een aparte rol die toegespitst is, zowel preventief als ik voel me erg prettig, je fitheid, wanneer we kijken naar gezondheid. Toen kwam COVID en COVID is een luchtwegaandoening, hè, een infectie die met name de luchtwegen pakt. Maar we zien met COVID ook dat het met name de mensen ziek maakt die laag in hun weerstand zaten, hè, die kwetsbaar zijn, een lage belastbaarheid hebben, zoals we dat dan noemen, of wat we veel horen, hè, de onderliggende problemen hebben. Hè, denk aan obesitas, diabetes, hoge bloeddruk, hè, mensen met nierproblemen, hè, onderliggende ziektes. Dan zie je dat die mensen extra kwetsbaar zijn. En bij bijna al die onderliggende ziektes, als die mensen veel bewegen, als die mensen veel aan training doen, dan zie je dat die onderliggende ziektes eigenlijk veel stabieler zijn en dat de kans op ziek worden ook een stuk minder is. Het regionaal ziekenhuis Wanica is vanaf toen COVID-19 zijn intrede deed in Suriname de plek waar de COVID-19 patiënten worden opgevangen. Er werden daarvoor speciaal 2 grote tenten op het terrein opgezet die gebruikt werden als isolatietent. Vanaf het begin is het hard werken voor het zorgpersoneel tot heden. Het zorgpersoneel is erg moe. Het regionaal ziekenhuis Wanica is vanaf begin maart 2020 aangesteld als de COVID-designated hospital van Suriname. Wat betekent dat wij alleen COVID-patiënten behandelen. Met het personeel, de overige collega's ziekenhuizen, ook het bedrijfsleven
hebben we het door de maanden heen, bijkans anderhalf jaar, nog de verschillende golven kunnen overbruggen. Maar het personeel is op. Het personeel is moe. De verschillende patiënten die worden opgenomen, we proberen de zorg voor de patiënten te leveren, maar we doen dat onder heel moeilijke omstandigheden. Gebrek aan human resource, gebrek aan medicatie, zijn dingen waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden. COVID betekent niet alleen het plaatsen van een patiënt op een bed. Als je een patiënt op bed plaatst, moet een patiënt constant gemonitord worden. De vitale functies moeten steeds worden afgemeten. En natuurlijk wordt het beleid ook bepaald door de specialisten, die dus ook constant worden ingezet om de zorg te continueren. De specialisten, moet je eens voorstellen, zijn vanaf het begin van het ziekenhuis nooit met vakantie geweest, nooit met verlof, omdat er geen andere mogelijkheden zijn. Het ziekenhuis was in het begin gewoon een gebouw, kan je zeggen. We hebben het voor de zorg van COVID-19 volledig moeten aanpassen, anders moeten inrichten, zodat ook het personeel die de zorg biedt aan de patiënten beschermd wordt. Dat we dagelijks te kampen hebben met de vele stijgingen is te wijten aan de Delta variant, die zich veel sneller verspreidt dan elk ander variant. De stijgingen zien we ook in het aantal ziekenhuisopnames per dag. En uit cijfers blijkt dat de meeste opnames met positief besmette personen grotendeels de niet gevaccineerde mensen zijn. Directeur Jason van Genderen geeft aan dat vanwege een tekort aan personeel de beddencapaciteit in gevaar zit. Er kunnen helaas geen mensen meer worden opgenomen. Ik vraag u, laat u zich vaccineren. We zitten nu midden in de vierde golf en dat heeft allemaal te maken met het feit hoe het Delta variant zich verspreidt. We zien ook een lichte stijging in de ziekenhuisopnames. We hebben voor de maand augustus in totaal 122 patiënten opgenomen, waarvan niet gevaccineerd 222 patiënten opgenomen in de maand augustus, waarvan niet gevaccineerd 122 patiënten, volledig gevaccineerd 8 patiënten en onbekend 92 patiënten. Ik zeg onbekend omdat patiënten ook zelf niet willen aangeven als ze worden opgenomen of ze hun eerste prik hebben gehad of niet zijn gevaccineerd. Voor de maand september, dus 1 september tot en met heden, hebben wij in totaal 134 patiënten opgenomen, waarvan niet gevaccineerd 117, volledig gevaccineerd 11 en onbekend 6. Momenteel liggen er in het Wanica ziekenhuis 50 patiënten. Wel, zoals wij ook vaker hebben aangegeven, heeft het regionaal ziekenhuis Wanica een beddencapaciteit van 135 patiënten, ziekenhuisbehoeftige patiënten. Maar helaas, met het personeel dat wij dus nu op dit moment in het ziekenhuis hebben, kunnen wij niet meer dan 50 patiënten opnemen. Dus voor alle duidelijkheid, momenteel zijn er ook geen vrije bedden beschikbaar in het regionaal ziekenhuis Wanica. Wij hopen dat ook hiermee, met het beeld dat we vandaag schetsen, dat de samenleving dit ook heel serieus neemt en zich laat vaccineren. Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft de eer gehad om zich van het volledig COVID-19 proces deel uit te maken, van het opnemen van patiënten, van het afnemen van swabs en zelfs het vaccineren van de patiënten. We zijn ook gestart in februari met de vaccinaties. En tot en met heden zijn in het regionaal ziekenhuis Wanica 11.763 mensen gevaccineerd, waarbij 6.098 de eerste prik hebben gehad, 5.224 volledig gevaccineerd zijn, dus de tweede prik AstraZeneca hebben gehad. En we zijn recentelijk 7 september gestart met het toedienen van het Pfizer-vaccin en daar hebben tot nu toe 441 mensen dus hun eerste vaccinatie gehad. De afgelopen week vond op de poli van Klaaskreek het toedienen van de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin plaats. Ook konden mensen die voor de eerste keer geprikt wilden worden voorzien van een prik met het AstraZeneca-vaccin, maar ook met het Pfizer-vaccin. Ook het COVID-19-journaal was aanwezig en maakte voor u het volgende verslag.
hier op Polyclaas Creek gevaccineerd met de tweede prik Sinopharm. Er waren ook enkele mensen die de eerste prik AstraZeneca hebben genomen. En enkele mensen die de eerste prik Pfizer hebben genomen. We hebben de uitnodiging niet alleen voor Klaas Creek gestuurd, maar voor alle omliggende dorpen. Dus met name ook Brokkeponde, Balingsula, Nieuwland B, Bronsweg. En zelfs ook voor de bedrijven in de omgeving. Dus dat hun personeel gebracht kan worden naar hier. In zijn officiële statement gaat minister van Volksgezondheid Ammar Ramadan ook in op de zorg. Vanwege de vele besmettingen dagelijks komt onze zorg enorm onder druk te staan en draait het zorgpersoneel op volle toeren. Maar ook het zorgpersoneel heeft te kampen met COVID-besmettingen op de werkvloer, waardoor de zorg naar de patiënten in gevaar komt. Als minister van Volksgezondheid vraag ik u dat wij aandacht schenken aan ons zorgpersoneel. Minister Ammar Ramadan spreekt ook een woord van dank uit aan deze harde werkers. We proberen vanuit het ministerie van Volksgezondheid uiteraard met de nodige actoren in het zorgveld, dan praat ik over de ziekenhuizen, de instellingen, maar ook onze zorgwerkers, al het nodige te doen om de COVID-besmette personen de beste zorg te bieden. En dat gaat zeker niet zonder slagen of stoten. We hebben een hele grote uitdaging als overheid, maar ook als samenleving. Namelijk onze human resource capaciteit in de zorg, die heeft enorm te verduren. Behalve een tekort aan verpleegkundigen, een tekort aan artsen en andere ondersteunende diensten in de medische zorg, krijgen wij ook in het zorgveld last en hebben ook te maken met COVID-besmettingen op de werkvloer in de ziekeninstellingen. En u begrijpt dat het moment dat er besmettingen zijn op de werkvloer, andere mensen, andere personeelsleden uiteraard ook in quarantaine gaan. En dat verlamt weer de afdeling en dan kan je helaas de afdeling niet openen en moet je gaan sluiten. We proberen dit risico zo klein mogelijk te houden. Maar er is een noodkreet. En als minister van Volksgezondheid wil ik deze noodkreet vandaag wel uiten. Behalve dat wij met z'n allen een bijdrage moeten leveren om besmettingen tegen te gaan, dat wil zeggen uw Mohana-maatregelen, het vaccineren, maar ook het niet meewerken en ook geen deel willen zijn van samenkomsten of feesten of parties zoals we die kennen, is het ook belangrijk dat we vandaag de aandacht schenken aan onze zorgwerkers. En ik wil van deze plaats uit allereerst alle zorgwerkers, niet alleen in de COVID-zorg, maar ook in de vaccinatie, in onze vaccinatiecampagne, van harte bedanken voor de inzet, de energie, de moeite en inspanning die gepleegd wordt om de COVID-zorg te blijven garanderen voor onze Surinaamse samenleving. Grand tangi. En zo zijn wij aan het eind gekomen voor het COVID-19-journaal. Houdt uw AUW ook rekening met ons zorgpersoneel. Ook zij willen heel graag terug naar hun eigen leven. Ze hebben ook hun kinderen met wie ze willen zijn, hun gezin. Zij willen ook graag op vakantie. Ze hebben de rust nu echt nodig na anderhalf jaar constant te moeten werken om de goede zorg te bieden aan ons. Laat je vaccineren en gooi je vooral te alle tijden aan de Mohana-maatregelen. Tot de volgende keer.